Juist in deze onzekere tijden is het belangrijk om elkaar te blijven ontmoeten, te informeren en te inspireren over hoe we het morgen slimmer en beter kunnen doen. Welkom bij de livecast van Pakhuis de Zwijger. Goedenavond mensen. Mijn naam is Ikenna Azwike. Ik ben jullie moderator vanavond. En wat een eer het is om dat te doen. Vanavond gaan we het hebben over de westerse blik op Afrika. Naar aanleiding van een film die jullie allemaal hebben gezien. Hoop ik, neem ik aan. Stop Filming Us. En gelukkig doe ik dat niet alleen. Ik heb vanavond hier bij me de regisseur van het film, Joris Postema. Goedenavond. Groot round of applause, alsjeblieft, iedereen. Het werkt niet heel goed op de Zoom, maar ja, ik voel het. Ik voel dat applaus. En naast Joris hebben we ook twee bijzondere sprekers. Angelique Mbundu, en zij is de artistiek directeur van de iAfrica Film Festival. Ze is ook een oud collega van mij. Hoi Angelique. Fantastisch. We horen je niet, maar dat komt straks wel, denk ik. Oké. Okay. En naast Angelique hebben we ook een schrijver en waarom heb je zo'n moeilijke vak uitgekozen, Kiza? Politicoloog. Politicoloog, Kiza Magendane. Don't blame me, maar bedankt voor de inleiding. Oké. Hartstikke bedankt, jongens. Fantastisch dat jullie hier zijn en meedoen. Zoals jullie hebben waarschijnlijk al gehoord. Nederlands is niet mijn voortaal, maar dat is de voortaal van vanavond. Ik ben Nigeriaans-Brits, dus de helft van mijn vragen ga ik waarschijnlijk in het Engels stellen. Als jullie daar moeite mee hebben, steek een hand op. Nee, ik zie geen handen, dus ik ga toch door. Voordelen van Zoom. We gaan beginnen. Maar voordat we beginnen met het gesprek met Joris, gaan we eerst een fragmentje laten zien. Dus laten we dat fragmentje afspelen. Tien jaar geleden was ik voor het eerst in Goma, in Noordoost-Congo. Ik maakte er een film in opdracht van een westerse NGO. Een van de 250 in de stad. Ik mocht alleen filmen vanuit een jeep, want over straat lopen was te gevaarlijk. En ik sliep in een zwaar beveiligde compound. Noordoost-Congo voelde als de gevaarlijkste plek op aarde. Een beeld dat nog steeds bevestigd wordt door het nieuws dat we te zien krijgen uit de regio en door de films die er gemaakt worden. Een paar jaar later ging ik terug naar Goma, nu met een lokale organisatie. Ik sliep gewoon in een hotel zonder beveiliging, mocht gaan en staan waar ik wilde en maakte kennis met een compleet andere stad. Mijn westerse beeld van hel op aarde botste met de Congolese werkelijkheid. Ben ik in staat om als westerse filmmaker deze wereld te laten zien? Nou, goed, dank je. Ik heb net gehoord dat ik moet in die camera kijken en niet die. Dus voorlopig doe ik dat nu. Joris, dank je wel dat je hier bent. Ja. Voordat we de eerste reacties van je film krijgen van Angelique en Kiza, wil ik eerst horen, waarom heb je deze film gemaakt? Nou ja, dat zit natuurlijk eigenlijk in het filmpje wat we net gezien hebben. Dat was het enorme verschil in hoe ik Goma zag toen ik eerst met een westerse NGO daar was. En daarna met een lokale culturele organisatie, Yole. En dat ik in mijn hoofd dat gewoon niet voor elkaar kon krijgen. Dat een stad die niet noemenswaardig veranderd was in de tussenliggende periode, twee zulke gezichten had. En dat is waarom ik dacht, hier wil ik heel graag een film over maken. Het gaat over positie en over representatie. Mm-hmm. Dus was je doel om dat andere gezicht te laten zien? Of was het iets anders? Film? Nou ja, zoals dat gaat met een film, dit loopt al jaren. Dat is telkens een beetje verschoven, het doel in de film. Ik denk in eerste instantie was dat het doel. Gewoon een andere kant van Goma laten zien. Maar ik denk wat de film uiteindelijk is geworden, is veel meer een film over positie van
filmmakers en beeldmakers in algemene zin, ook fotografen en journalisten, westerse, die in landen als Congo aan het werk gaan. En ook het publiek wat hun werken ziet, hè, of leest. Omdat ik denk dat als je niet genoeg bewust bent van koloniale geschiedenis en mechanismen en ongelijke machtsverhoudingen en privileges uit voortvloeien, dat een film die je daar maakt misschien wel meer gaat over jezelf en je achtergrond dan over de mensen en plekken die je filmt. En volgens mij is dat echt een heel belangrijk punt. Dus je had meerdere doelen, dat zo te horen, maar het hoofddoel van een andere gezicht van Goma laten zien, ja. Heb je die bereikt, denk je? Ben je in die geslaagd? Zeg. Dat denk ik niet, nee. Ik denk dat de film... Nou ja, omdat dat ik ben verre van postkoloniaal of gedecoloniseerd. Dus ik zit midden in een soort proces. Ik ben er heel erg mee bezig. En ik denk dat deze film... wat ik net zei, veel meer gaat over positie van filmmakers dan dat ik echt daadwerkelijk een ander beeld van Congo laat zien. Dus die doel heb je losgelaten? Ja. Ging op andere, ja. Iets anders focussen. Ja. En op die andere doelen die je in de loop van het draaien hebben aan jezelf gesteld, ben je geslaagd in die te bereiken? Ja, dat is natuurlijk, ik vind van wel, maar dat is natuurlijk altijd lastig om dat aan de filmmaker te vragen, maar natuurlijk vind ik dat. Ik heb het gevoel dat, kijk, ik snap dat als je heel erg in dit onderwerp zit, of als je aan de andere kant zit van wit privilege, dat er niks nieuws in deze film zit. Hè? En dat het frustrerend is dat het tempo zo laag misschien is. Of misschien zelfs wel verontrustend dat in 2020 nog films als dit gemaakt worden. Maar ik heb ook de indruk dat... weet je, het is heel lastig om... Ik bedoel, dit verzin ik allemaal niet. Het staat natuurlijk allemaal op internet in boeken. Maar het is heel lastig om privilege te herkennen, om te beginnen. Bovendien, de status quo is natuurlijk in het voordeel van witte mensen. Dus het is ook niet heel veel noodzaak. En het is ook nog een heel pijnlijk proces, hè, om het te ondergaan. Wat om maar geen redenen zijn om het niet te doen, hè, begrijp me goed. Maar ik denk dat ingewikkeld is. En ik hoop een beetje dat Stop Filmingers daar een beetje aan bijdraagt. En ik gezien veel reacties die ik krijg, lijkt dat wel zo te zijn. Er zijn ook negatieve reacties om, er zijn ook positieve reacties. Ik denk dat gelukt is. Voor wie heb Lang je het antwoord. Gemaakt dan? Westers publiek. Westers publiek? Ja. Okay. En bij westers publiek bedoel je dan witte mensen? Ja, niet per definitie denk ik, maar wel voornamelijk. Oké. Laten we meteen naar Angelique en laten we beginnen bij Angelique. Angelique, wat was jouw allereerste reactie voordat we echt into the nitty-gritty gaan, zeg maar? Wat was jouw allereerste reactie na het kijken van de film? Mijn allereerste reactie was zo, uitroepteken. maar hoe spreek je dat nou? Zo of zo? Of ja, hoe? Ja, elaborate. Allebei zo en dan zo. Die ja, precies. Ik moest er dus heel lang inderdaad ook nog daarover nadenken. Maar ik betrapte me wel tijdens het kijken van de documentaire dat ik dus ook tegen het scherm praatte en met de mensen mee of tegen. Dus ik voelde me dus daarbij betrokken. En dus dan dacht ik, ja, dat is toch een documentaire die... Loslaat. Wat zeg je? Die veel loslaat. Losliet in je. Ja, losmaakt. Ja, inderdaad. Losmaakt. Ja, inderdaad. En voor mij was het dus dan wel een documentaire waarbij je toch het gevoel hebt van dat er in principe niet al te veel veranderd is. Oké. Mm-hmm. In de zin van dat westerse blik blijft hetzelfde. Ja precies. Door een westerse bril kijken en ja, vanuit dat perspectief. En dat kun je niet loslaten. Dat is dus dan ook onbewust dat je dus een bepaalde standpunt hebt. Ja. Al probeer je het van je af te schudden, maar dat is een heel lang proces. Oké. We gaan over dat standpunt straks hebben. Maar Kiza, wat was jouw eerste reactie na het kijken? Nou, voor alle disclosure, ik was op een... Je hebt het niet gezien. Van deze film. Dus ik,
Ik ben niet per se gebiased, maar ik heb volgens mij 2 uurtjes geholpen met het verfijnen van de vertaling, omdat ik zelf uit Oost-Congo kom en Swahili spreek. Maar mijn eerste indruk, ik ben schrijver, dus ik kijk ook met een beeld van een maker naar zo'n film. Ik denk dat het een geslaagde film is. Ook om de reden die nu al zijn genoemd. Er is veel gereageerd, positief en negatief. Ik heb momenten gehad dat ik kon lachen bijvoorbeeld, glimlachen. Dat zijn voor mij allemaal tekens dat de maker... Het lijkt een hele simpele aanpak, maar als schrijver, ik weet hoe complex het is om iets simpels te laten overkomen. Dus in schrijven zeggen we, my damn hard writing is your easy reading. En ik denk dat bij deze film had ik hetzelfde indruk. Het komt heel losjes over en gemakkelijk, maar mijn indruk is dat... Maar goed, Joris kan dat zelf allemaal zeggen, dat er wel goed over nagedacht is. En we kunnen straks inhoudelijk nog over hebben over wat westerse is en wat niet. En verschillende manieren om naar deze film te kijken en hoe dat te plaatsen. Ja. Maar ik denk dat het een geslaagde film is. En dat zeg ik als schrijver en iemand die zich bezighoudt met maatschappelijke discussies en dialoog ook over decolonisatie. Ja. Als maker, Joris, ben je altijd zenuwachtig om iets in de wereld te gooien. Maar bij deze film misschien was je nog zenuwachtiger. Ja. Wat dacht je dat de reacties zouden zijn? Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Mm. Dat blijft altijd heel spannend. Behalve dat natuurlijk het Filmfonds de film had gezien. En nog wat mensen echt uit de filmwereld die hem heel bijzonder vonden. Dat was een soort startpunt wat ik had. En dan is het afwachten wat er gebeurt en hoe die valt. En hij roept inderdaad veel discussie op. Dat is de bedoeling, hè? Dus dat is, dat vind ik fijn, zowel positief als negatief. Waren alle reacties van de filmfonds en de financierders hier in Nederland heel positief? Of was het ook een soort openbaring voor hun? Ik denk dat... Wat misschien lastig is met deze film, is dat het voor sommige mensen echt een openbaring is. En echt een eye-opener. En mensen zich heel ongemakkelijk voelen en zich echt verplaatsen ook in mij. En de ongemakkelijkheid die ik natuurlijk daar ervaar. Maar dat er ook mensen zijn, dat zei ik net ook al, die gewoon al heel ver zijn in dit proces. En dan kan ik me echt voorstellen dat de film niet veel doet. Ja, maar we begonnen toen ik je vroeg wat het publiek was, wat je voor ogen had, zei je westerse publiek, witte publiek in het algemeen. Ja. Maar om specifiek te zijn, was het dan die mensen die voor wie het een openbaring was? Of, dat zijn heel veel mensen die, bijvoorbeeld mensen die voor NGO's werken, dus die hier professioneel mee te maken hebben, maar ook... Weet je, het is gewoon, denk ik, als je hier nooit zo over nadenkt, kan deze film je denk ik echt aanzetten tot dingen die je misschien niet gezien hebt. Ik bedoel, dat klinkt heel pretentieus, bedoel ik dat helemaal niet. En dat zijn over het algemeen, denk ik, inderdaad witte mensen. Ja. How did it feel toen... in die scène, we gaan straks een fragmentje zien daarover, maar toen the local Congolese said, we want you to leave the country. Hoe voelde dat? Ja, dat vond ik heel heftig. Verrassend? Had je dat niet verwacht? Want je keek heel verbaasd. Ik was ook wel verrast, ook omdat... Ik was wel en niet verrast, want ik bedoel, het zijn natuurlijk gewoon hele intelligente, politiek bewuste jongeren die gewoon, gewoon zeggen wat ze willen zeggen. Het is meer dat sommige van hen zijn gewoon vrienden geworden die dan... Het werd gewoon een persoonlijk ding en dat is natuurlijk niet goed. Je moet het nooit persoonlijk maken, dit soort dingen. Maar ik vond dat best pittig, ja. En ook omdat het natuurlijk heel erg, weet je... Dat ik uiteindelijk gewoon, het was een beetje 50-50, hè, maar uiteindelijk kan ik natuurlijk gewoon besluiten als filmmaker uit Nederland om gewoon te blijven, ongeacht wat zij zeggen. Mm-hmm. Wat natuurlijk ook een enorm privilege is. Maar had je echt serieus overwogen om te stoppen?
Of stelde je die vraag gewoon om wat om provocatief te zijn? Ik denk dat als iedereen had gezegd, ga weg, dan had ik nooit meer kunnen blijven. Nee. Echt? Dat hoop echt? Ik. Ik hoop het, dat ik dan weg was gegaan. Ja. En dan zei al die mensen bij de Nederlandse Filmfonds dat accepteren, denk je? Ja, dat is heel ingewikkeld. Maar dit is voor een volgende film ook echt een groot probleem. Want dan moet ik een heel ander soort Precies. manier vinden. En daar moet ik met het Filmfonds echt over praten. Ja. Ja. Oké. Okay. Kiza, Angelique, hebben jullie vragen voor Joris? Oh. Nou ja, ik vroeg me af hoe dat nog afgelopen is met Gaius. Want daar was je in principe behoorlijk gepikeerd van. Ja. Want ik denk dat jullie toch een intensere relatie hebben dan met de andere mensen die om je heen zaten. Dus dat wilde ik dus dan graag weten hoe dat is afgelopen. En waarom Afrika? Waarom is Afrika jouw onderwerp voor je werk? Want je hebt daarvoor ook nog FC Rwanda gedaan. Ja, waarom is Afrika jouw speeltuin? Sturende vraag. Over Gaius gesproken. Ik was inderdaad heel geïrriteerd omdat ik vond dat we een afspraak hadden en hij vond van niet. Gaius en ik zijn vrienden, kennen elkaar al heel lang, dus dat was echt een ding. En dat hebben we natuurlijk gewoon uitgesproken, dat is allemaal weer oké. Okay. En ik heb hem gewoon gevraagd of ik het mocht gebruiken en ik heb het hem laten zien. Dat vond hij prima, zolang ik de naam van de organisatie wegpiepte. Dus dat is allemaal even goede vrienden. En waarom speeltuin Afrika? Ik denk, FC Rwanda is lang geleden, dat is een heel ander verhaal. Ik denk voor deze film, omdat het gewoon op mijn pad kwam. Ja, ook dat klinkt natuurlijk weer heel erg makkelijk. Maar ik was daar in 2010 en daarna, en dat vergeet ik nu te zeggen, denk ik. Toen ik daar was in 2010, toen dacht ik echt, dit is de meest vreselijke plek op aarde. Ik moet hier naartoe om dat te laten zien aan de wereld, hoe die mensen daar leven. Nou, dat is lang geleden. Dit is echt wat ik... Nou ja, denk ik zoals veel mensen in Nederland dacht. En dat is natuurlijk helemaal gekanteld. De keer dat ik daarna kwam en dat ik erover begon te lezen. En ik denk, als je een film wil maken over positie van ja, jezelf maar, en je beroepsgroep en ook het publiek wat kijkt in dit geval ja, in de Congo, het moest van mijn gevoel in een Afrikaans land. En het is niet zo dat ik bedacht, ik ga een film maken over dit onderwerp, waar ga ik het doen? Het is dat het zich dan presenteert. Zo gaat het vaak met filmideeën. Best wel heftig, maar ook heel eerlijk, dat vind ik super van je. Maar dat je zit in zo'n ontwikkeling, maar slechts 9 jaar geleden dacht je, oh, dit is de slechtste plek op aarde. Ja. En 9 jaar verder wilde je een film daarover maken. Ja, maar dat is denk ik hoe het gaat, toch? Ja, ja. En dit is, kijk, dat is nog steeds wel zo, denk ik, als je in Goma of een NGO werkt. Je mag heel weinig, hè? Dus je ontmoet eigenlijk heel weinig mensen. Je ziet eigenlijk heel weinig, want je wordt redelijk kort gehouden. Dat was bij mij ook het geval. En de beelden die je kent van de regio, althans die ik kende van de regio, zijn natuurlijk allemaal, dat zijn echt de stereotype beelden van geweld en van ellende. Dus je hele mindset is daar op gericht. Dus ik bedoel, nu vind ik dat, en nu schaam ik me ook voor dit filmpje wat ik ooit gemaakt heb. Maar toen, ik snap echt dat het zo ging. Ik bedoel, ik wil niks goed praten, maar ik snap echt dat het zo werkt. Maar in de voorbereiding om zo'n film te maken, je hebt, neem ik aan, heel veel contact met lokale fixers gehad, de lokale crew. Ja. En kreeg je dan niet de indruk dat misschien is het geen goed idee om hier aan te beginnen? Door de reacties, of dacht je? Of... In de voorbereiding, in de researchfase van de film. Maar je zei, je was vrienden met Gaius bijvoorbeeld, voor de film. Maar het kwam zo'n verrassing dat hij toch tijdens het maken van de film zei, no, you shouldn't be making this. Het is echt een ingewikkelde vraag, hè? Omdat ik denk dat de film gaat over privilege en over positie. En daar de enige manier waarop ik dat kan doen, is dat privilege te laten zien en me kwetsbaar op te stellen en dat te laten gebeuren. Dus daarom gebeuren dit soort gesprekken. En dat viel soms rauw op mijn dak. Ja, dat is hoe het gaat. En ik heb inderdaad na dat gesprek besloten om de film te gaan maken. En dat
dat is ingewikkeld, omdat je, ik kan me echt voorstellen dat heel veel mensen vinden dat ik dat niet had moeten doen. Ik denk dat de film wel echt wat losmaakt, ook in positieve zin. Ja. En dat dat wel goed is, maar dat, ja, dat... Ja. Oké. Okay. Kiza, heb jij een vraag voor? Joris, ik ben benieuwd. Hè? Ik heb twee vragen. Eentje over kwetsbaarheid. Want je bent wel heel eerlijk inderdaad. Je stelt jezelf ook bloot. Dus ik was benieuwd of kwetsbaarheid... Ben je niet bang dat het als een spel gezien kan worden? Dus als een middel om de kijker te manipuleren? Want je weet heel goed wie je naar zo'n film kijkt. De mensen zich kunnen identificeren. Ben je niet bang dat het als een trucje gezien kan worden? Zo ja, wat doe je daarmee, met die inzicht? En de tweede vraag is eigenlijk, als ik de film gekeken heb, jou zo horen, zou je achteraf kunnen zeggen dat het proces voor jou als een soort therapiesessie is, vanuit jouw westerse privilege, dat het maken van deze film ook als een therapie beschouwd kan worden? En als dat het geval is, hoe kunnen makers hiermee omgaan? Met het bespreken van zulke complexe thema's? Zo. De eerste vraag. Kijk, het idee was echt om me niet te verschuilen achter provocatie of achter ironie of achter wat voor stijlvorm dan ook, maar gewoon mezelf te zijn. En open en eerlijk. En het is. Ik snap dat het een hele dunne grens is tussen een vorm voor een film en wit privilege om gewoon niet misschien heel veel erover te lezen. Of weet je, of dat disrespectvol kan zijn naar de mensen in de film. Maar het was een bewuste keuze om op een gegeven moment te stoppen met researchen. Omdat ik niet zoveel wil researchen dat ik heel veel dingen niet meer spontaan tegen zou komen en het in scène zou moeten zetten. Dus dat is een bewuste keuze geweest. Daar komt natuurlijk bij dat ik wel in de film iets naïever ben dan in de echte wereld. En dat is omdat ik ben mezelf, maar ook filmmaker. Dus als ik bijvoorbeeld bij de koekjesdiscussie voel dat dit gewoon een belangrijk gesprek is, dat is wel echt een echt gesprek. Gansa spreekt me daar echt op aan. Maar dan stel ik wel veel te veel vragen, omdat ik weet dat ik uiteindelijk een scène moet gaan monteren. Dus er zit wel iets van... een spel. Ja, ik weet niet of een spel echt het... Ik zou dat woord spel niet helemaal gebruiken, maar dat je is bent ook... maker. Je ja, het is gewoon, ik ben een filmmaker, dus ik moet gewoon een beetje een gesprek aanslingeren en aan de gang houden. Dus in zekere zin ben ik... Ja, ik ben naïver dan ik in de film dan ik in werkelijkheid ben. En de tweede vraag... Over therapie. Ja, nou ja, kijk, het is zeker therapie voor mij geweest. En ook daarvoor, weet je, ook hiervoor stond in het filmplan, had ik daarover geschreven dat in de film zelf misschien niet zo'n ontwikkeling zit, maar hopelijk wel dan in de kijker in de bioscoop. Omdat ik hoopte dat mensen, dat hoop ik nog steeds, dat mensen zich kunnen identificeren met mijn... met hoe het ging tijdens het maken van de film. Ja. En over dat persoonlijke impact op jou, hebben we een goede vraag vanuit de Zoom, vanuit het publiek, van Rosanne, hope I pronounce that correctly, voor jou, Joris. Mm-hmm. Kijk je door het maken van de film anders naar jezelf en eigen perspectief? Ja, ik heb enorm veel geleerd. Ja. Dus echt, nou ja, het zit behoorlijk in de film ook, ook allemaal. Nee, maar ik ben benieuwd naar bijvoorbeeld, je had het over spontaniteit. Ja. En toen je dat, het was geen gevecht, but someone was getting beaten in the street. En je Congolese crew keek, ja, een beetje boos naar je, want they were like, why are you including that? Ja. Dus achteraf, had je dat wel weer gedaan of niet, denk ik? Nou, dat filmen ging automatisch. Daar heb ik niet eens over nagedacht. Dat gebeurde voor me, dus ik heb mijn telefoon aangezet. Wat ik heel interessant vond in die scène is dat we dat Mugabo, de fotograaf, zijn stad laat zien en eigenlijk daarom al langs laveert alle andere dingen die ook gebeuren. En dat westerse filmmakers over het algemeen zouden focussen juist op die andere dingen. En dat is echt heel interessant, want dat gaat natuurlijk ook over representatie.
En daar wilde ik een gesprek over voeren met Ganza en met Derecek. Ik denk niet dat ik heel snel nog een film zou maken als hij al zich afspeelt in een land als Congo waar geweld in zit. Nee. Dus dat zou ik nu niet meer doen. Omdat je een andere kant van de continent wil laten zien? Of waarom precies? Omdat, kijk, de film ging nu heel erg ook over... dit is waar de film over ging, weet je wel? Dat is ook wat Ganza zegt, dit is het onderwerp van je film. Jij filmt het, wij filmen het niet. Dus in dit geval denk ik dat het goed is... en dat het een discussie aanzwengelde, in ieder geval tussen ons... en misschien ook bij mensen die de film kijken... Maar ik denk wel, kijk, Ganza en Derecek, de geluidsman, zeiden ook constant tegen mij... weet je, elke documentaire die hier gemaakt is in de laatste 20 jaar gaat over geweld. Echt non-stop. Ze konden er geen één verzinnen die niet met geweld te maken had. Mm. En het is er, hè. We moeten ook niet doen alsof er geen geweld is in dat deel van de wereld. Maar er is ook veel meer. Ja. Ja. Ja, ik ben, ondanks dat je dat wist, ja, werd het toch... in jouw film gezet, dat geweld. Ja. Ja. En daar vind je wat van. Nou ja, ik vind het interessant als je het over alle goede bedoelingen... je wilt een film over, ja, in het begin over een andere kant van het land laten zien. Die doel werd een beetje weg, dat kind of disappeared. En toen werd het iets over representatie en privilege. Maar ja, ik vind het gewoon, ja. De film gaat natuurlijk niet over, als je maar de negatieve beelden vervangt door de positieve beelden, dan komt alles wel goed of zo. Hè? Ja. Dat is niet waar de film over ging. Dus een andere kant van Congo laten zien betekent niet, en dat is ook bijvoorbeeld wat Lee, de fotograaf, goed uitlegt. Ja. We moeten wel praten over wat er niet goed gaat. Dus het is er wel en het mag ook wel benoemd worden, maar misschien anders. Ja. Oké, we gaan door. En voor dat we dat doen, gaan we nog een fragmentje bekijken. Tabon, c'est bien. Tout le monde est prêt. Donc aujourd'hui, on assiste à quoi? Un grand nombre maintenant de groupes, un grand groupe qui revient de l'Europe, de l'Amérique, surtout des Caucasiens. Qui veulent dire, bon, moi je n'ai rien à voir avec tout ce que vous venez de dire là, la colonisation et tout, et tout, et tout, et tout. Moi, je suis comme vous. Sans tenir compte des privilèges, ok, et les vraies questions, on passe à côté de vraies questions. Tout le monde, pour se donner la bonne conscience, on dit quoi? Ben, comme Yoris, il dit, ben, je vais faire un film, dire, ne nous filmez pas. Comment est-ce que lui va nous dire, ne nous filmez pas? D'abord, nous, on n'est pas en train de le filmer. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est pour se donner la bonne conscience de dire, bon, voilà, voilà, Missiko Savignine, ou bien je viens accuser mes frères. Mais à quel terme, où se passe le pouvoir? Le niveau de pouvoir, c'est où? Hein? Qui décide de quoi filmer? Qui va faire le montage? Qui va décider, non, ça, c'est que Pétain a dit ici, je vais couper là pour mettre ça. C'est ça le pouvoir, en fait, parce que c'est toi qui donnes le pouvoir à ce moment-là. Ok, vous allez voir que la décolonisation est à la mode. Mais de quelle décolonisation parle-t-on? C'est encore un dédouanement de ces culpabilités de la colonisation et de tout ce qui entoure la colonisation. Intéressant. Ik zag je net aan het knikken. Waarom? En het ging over schuld, dat schuldgevoel. Oh, ik heb niet, dat is niet heel bewust geweest. Oh, oké. Nee. Okay. Praten over dat westerse blik. Wat is dat blik? Volgens jou, Kiza, vertel. Wat is dat westerse blik? Ja, dat is wel goed. Hoe werkt het? Het ging net over machtsverhoudingen. En als we het hebben over een westerse blik, en het kwam een paar keer naar voren hier, ja, is dat het Westen gelijk aan witheid, niet per se. Ik weet bijvoorbeeld als schrijver, als ik naar Zuid-Afrika ga, of recent in Rwanda, heb ik allerlei privileges, ondanks het feit dat ik zogenaamd niet
of zwart of whatever ben. Maar het heeft te maken met mijn standplaatsgebondenheid. Dus waar ik ben, waar ik zit. Ik denk ook dat het zichtbaar is met de coronacrisis bijvoorbeeld. Dat het land waar je woont bepaalt jouw overlevingskans. Dus dat is eigenlijk... We bespreken nu in de context van de film. Maar ik denk dat de positie of de documenten die je hebt, de kansen die je hebt, beïnvloedt hoeveel toegang je krijgt tot bijvoorbeeld fondsen. En ik denk dat als we het daarover hebben, dat we onszelf moeten uitdagen om voorbij de kleur te kijken en meer naar machtsverhoudingen. Ik zeg niet heel bewust, omdat ik weet dat er van de kritieken was dat Joris essentialistisch was of ras-essentialistisch. Maar ik denk wel dat de vraag die hij probeert te stellen, kan ik als westerse maker, echt heel relevant is. Omdat dit geldt zowel voor hem als voor mij. Mm-hmm. Omdat wij leven in een verbonden wereld die helaas, denk ik, geïsoleerd is. Mm-hmm. En ik denk dat deze film, en Joris heeft eerlijk aan, het is echt voor een westerse publiek. Het is iemand vanuit hier, die eigenlijk als een antropoloog induikt in Goma. Mm-hmm. En die belevingswereld daar probeert te vertalen hier naartoe. Terwijl een Congolese maker hele andere vragen zou hebben. Die zou misschien niet geïnteresseerd zijn in dat vechtpartij, omdat dat hoort eenmaal in Amsterdam wordt ook gevochten. Ja. Dus als Joris door Amsterdam loopt, zal hij niet snel de neiging hebben om dat even te gaan filmen bijvoorbeeld. Ja. Maar omdat je met de blik van een buitenstander, van een westerling of een Europeaan, ben je geneigd om iets om de gebeurtenissen daar op een andere manier te bekijken. Precies. Dus kortom, ik denk dat het te maken heeft met jouw standplaatsgebondenheid, de kansen tot fondsen. En helaas is het zo dat als het gaat om de filmindustrie, heel veel gelden nog steeds vanuit het noorden komen. En dat bevalt de denkkader, ja. Dat bepaalt hoe wij vragen stellen en hoe wij iets presenteren. Want ja. Iets wat niet overeenkomst met de kwaliteitsstandaarden hier, ja. Wordt iets wat niet versus is, ja. Wordt meteen niet als kwalitatief genoeg gezien. En ja. let me go to Angelique. Angelique, ja. Als we het over dat westerse blik hebben, wij wonen hier in het westen. Hoe is dat berichtgeving als het over Afrika gaat nu? Tegenwoordig. Ja, tegenwoordig is het nog steeds. Dat het bijzonder negatief daarover wordt bericht. Hoewel dus de neiging nu is, hè, want hè, na de economische crisis werd er heel veel geschreven van, oh, het gaat nu goed op het Afrikaanse continent. En dan probeerde men dus bijna krampachtig om ook het positieve verhaal te vertellen, maar altijd wel met de kanttekening. Maar klopt dat dan wel? Is het dan wel zo? Hè? Er is toch altijd de vraag, ja, kan het dus dan wel dat er dus een positief geluid vanuit het Afrikaanse continent komt? En en het was me wel opgevallen, ook nu de laatste tijd voor de hele corona-pandemie, dat er weer reclames waren over, van NGO's, die dus dan, wat er dus dan typisch dan is, een vrouw met een baby, heel gechargeerd, een waterpunt, een vliegje daarbij en dan is het het plaatje compleet. Ja. Maar ja, dat is dus een businessmodel. En daar is niet zoveel aan veranderd, nee. Ja. Oké, en ik heb nu hier een vraag vanuit de Zoom van Anna. En het is voor Kiza. Kiza, zouden westerse filmmakers geen films meer moeten maken over Congo? Dat vind ik... Ik vind dat soort positie gewoon te extreem. Ik denk dat je als maker vrij bent om te maken wat je wilt. Maar bewustwording van je positie is belangrijk en jezelf niet groter vindt, jezelf niet overschatten, laat mij het zo zeggen. Mm-hmm. Want de wereld is helaas heel complex en ik denk dat als je eerlijk bent over jouw zoektocht, dat je prima over alles een film kan maken. Dat is ook
in de literatuur. Je mag over alles schrijven. Maar om een, waardevolle... Over machtsverhoudingen. Maar om een waardevolle film te maken, dat wordt niet snel vergeten. Wat zijn die, die ingrediënten voor een westerse filmmaker om dat te doen? Bijvoorbeeld als hij een film over Congo zou willen maken. Ja, dit is een, gevaarlijke vraag. Er is een artistieke kant. Hè? Daar kan je dus gewoon een technische antwoord geven. Maar het is ook een morele vraag. En ik denk dat de discussie of de ethische vraag, die wij het gesprek dat we vandaag voeren, is eigenlijk ethisch van aard. Ik ben daar voorzichtig in het nemen van posities. Dus voor mij, als ik antwoord op die vraag zou geven, dan is eerlijkheid en bewustwording... Eigenlijk zijn het drie. Dus bewustwording, eerlijkheid, dat je echt transparant bent over wat je doet, maar ook jezelf niet overschatten. Ik denk dat dat belangrijk is. Niet denken dat je met een film de wereld kan veranderen. Maar die vraag is in zichzelf gevaarlijk, omdat ik vind dat je als maker vrij moet zijn om te maken wat je wilt. Ja. Vind je dat ook, maar, Joris? Met de kanttekening dat de machtsverhoudingen helaas niet eerlijk in balans staan. Ja. Ja, ik vind de film, ik vind dat filmmakers is niet een pleidooi dat witte mensen geen films meer mogen maken in Congo. Maar ik denk wel dat het echt heel belangrijk is dat je je bewust bent van je privilege. En ook als je dat niet bent, dat je je dan af kan vragen wat de film daadwerkelijk vertelt over je. En heeft dat openbaring, zeg maar, of dat awareness, is dat nu veel scherper bij jou? Ook in het dagelijks leven hier in Nederland? Nou ja, ik ben ermee bezig heel erg. En ik lees heel veel erover. En het is natuurlijk een heel urgent onderwerp. Mm-hmm. Dus dat is wel scherper geworden, ja. Okay. Een vraag voor, van Erik aan Angelique. Ja? Angelique, u bent directeur van het iAfrica Film Festival. Zou u deze film vertonen? Waarom wel of niet? Ja, nee, zeker zou ik deze film willen vertonen. En juist om dat gesprek aan te gaan, de discussie. En met de filmmaker, met Joris, dus van de gedachten te kunnen wisselen. Om hem om te begrijpen wat zijn drijfveer is geweest. Dat probeert Joris nu ook duidelijk te maken. Maar ook, ja... Hem wellicht ook te kunnen bewegen met allerlei andere argumenten, die dus dan uit het publiek zou komen, om hem te bewegen hoe hij dus dan, stel dat een andere volgende keer zou komen, hoe hij dat anders zou kunnen aanpakken. Of dat hij dus dan al die argumenten die dus dan wel aangekaart worden, dus de volgende keer in zijn achterhoofd zijn, hè, tijdens het filmen. Waarom zou hij dus dan wel het gevecht, dan, het afranselen, wel filmen of niet? Hè? Dus dat hij deze vraag nog bewuster gaat stellen. Mm-hmm. En kritischer en analytischer met het hele proces aan de haal gaat. Mm. Wat vind je daarvan, Joris? Nou ja, ik kom graag langs natuurlijk. Ja. Zijn jullie, Kiza, Anna en Joris ook, zijn jullie optimistisch over de toekomst wat betreft de westerse blik op Afrika? En naar wie is die vraag gericht? Jij mag als eerste antwoorden. Nee, ik denk niet dat de blik dus optimistischer is. Nee, ik denk dat het de westerse kijker toch vasthoudt, zich vastklampt aan de referentiekader die ze hebben meegekregen, die dus door de media en film tentoon wordt gesteld. Ook al reizen ze, want vaak wordt er gezegd van nee, als je reist en mensen ontmoet en naar landen gaat, zoals naar Congo, dat je dus dan van mening dan verandert. Maar nee, want als je daar naartoe gaat, al met je bagage en het perspectief en de privileges die je dan hebt, dan verandert het niet. Je zoekt juist bevestiging. Mm. En dat is dus een hele lange weg. Ik wil niet zeggen dat het er nooit goed zal komen, maar dat merk je dan ook hier. Vragen die je dus dan naar je hoofd geslingerd krijgt, hè, na zoveel
informatie. Iedereen heeft dus toegang tot Wikipedia nota bene. En toch zijn er dus dan gekleurde vragen die je dus dan krijgt. Dan denk je, En Kiza, ben jij optimistisch? Yeah, a lot of things is going through my head. Ik wil eerst onderstrepen wat Angelique zegt. Ik denk dat decolonisatie een oneindig proces is. Ik denk niet dat je daarmee klaar bent. Het geldt zowel voor mensen in het Westen als in het zogenaamde Zuiden. Ik denk dat wij allen een opdracht hebben om te decoloniseren, om het zomaar te zeggen. Tegelijkertijd ben ik wel optimistisch, omdat er steeds meer kennis, er is een dialoog en er zijn generaties mensen die bewust is van eigen privilege en dat reflecteert. En nogmaals, die privileges heeft niks te maken met witheid, maar meer met de positie waar je in bevindt. Want ik heb ook privileges als een Afro-Nederlander die bijvoorbeeld over Congo schrijft. Maar ik wil ook wel benadrukken dat de wereld gewoon verandert. Ja. Dat is het nu, mensen praten over een post-COVID world. En dat is een patroon dat we al gaande zien. Hè? Denkers spreken over transnationalisme. Dus de wereld is steeds verbonden, waardoor je op termijn begrip als westers niet meer gaat hebben. Dus, maar dit is meer een stip op de horizon. Om een antwoord te geven op jouw vraag. Ja, natuurlijk ben ik optimistisch, omdat de wereld verbonden is. En filmmakers en beeldmakers kunnen zeker daar bijdrage aan leveren. Ja. Omdat verhalen delen de effectieve middel is om uiteindelijk verandering te realiseren. En Joris... Sorry. Angelique, did you want to say something? Ja, ik wilde toch even het laatste puntje wat Kiza aangaf van dat film een belangrijk medium is. Maar als je ook teruggaat naar de kolonisatietijdperk, met film werd er dus dan ook, de kolonisators gingen dus dan ook naar het Afrikaanse continent om te filmen wat ze daar allemaal aan het doen zijn, om dus dan hier de mensen te overtuigen dat ze dus goed werk doen, mensen verkeren. En die, kijk, inderdaad, deze mensen op het Afrikaanse continent hebben hulp nodig en daarom moeten we doen wat we nu aan het doen zijn. Ja. Dus dat filmmedium heeft twee kanten, hè? Dus dat kan of slecht worden gebruikt. Dus daar moet een filmmaker zich zeker van bewust zijn, want een film blijft. Ja. En dat is dus, en je kunt het knippen zoals je het wilt. Dus het is een medium dat toch best wel gevaarlijk ook kan zijn. Dus dat is afhankelijk hoe je dat inzet. Maar ja. Als we het over bijvoorbeeld films of NGO's hebben, ja. dat is jouw klant natuurlijk. Is er ruimte, denk je, als regisseur van zo'n film, om toch net een andere narrative... Ja, maar dat heb ik 10 jaar geleden een keer gedaan en daarna niet. Maar het is inderdaad, volgens mij zei Angelique dat is natuurlijk gewoon een businessmodel. Weet je? Ja. Dat is waar ze hun zou je het nog een keer doen als je wordt morgen gebeld door... Of iets volledig anders natuurlijk. Niet in de vorm zoals dat over het algemeen nu gebeurt. Ja. Okay. En dat is een geprivilegeerde positie in zichzelf. Mm-hmm. Want je zag in de film, zelfs een Congolese dame, ik vergeet haar naam, Lee. Ja. Die voor westerse NGO's foto's maakt en aan verwachtingspatronen voldoet. Dus de commercialisering en het standhouden van bestaande beelden. Het is echt een privilege om nee tegen €2000 te zeggen. Ja. En het onderstreept het boodschap van Angelique dat als je negatieve beeld reproduceert, kan je bijdragen aan de bestaande realiteit. Ja. Dus bewustwording is daarbij belangrijk bij de filmmaker. Oké, ik wil. We gaan door en we gaan het hebben over mogelijke oplossingen. Hoe we toch nog meer in die optimistische richting kunnen gaan en oplossingen bedenken. Maar voordat we dat doen, gaan we een derde fragmentje laten zien. Question: deux gens qui ne sont pas africains ici, en train de filmer. Et ils veulent faire un film sur l'Afrique. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent faire ce film ou ils peuvent arrêter, emballer leurs choses et rentrer chez eux? Oui ou non, ok. C'est tout. N'expliquons pas, n'allons pas dans des longues choses. Tu dis oui ou non. Laissez les Africains faire ce travail. Je suis pour oui. Oui ou non. Oui. Ils restent ou ils partent? Ils restent. Ils restent. Stay.
ils restent, mais nous gardons un œil sur leurs produits. Oui, qu'ils fassent leur travail. Non, je dirais non. On ne saura pas l'intention tant que ça ne sera pas fini, so mais j'ai dit oui. Intention before you finish your movie, so stay. Okay, now you. Me? Stay. He will stay. I will say go. If we need you, we will call you. But now, go. We have Titi Jack, he can do that. I would say that. Moi, je dis non qu'il parte parce que moi, je suis un réalisateur. Il ne manque pas une caméra pour le faire. He says you can go because he's a filmmaker, he can do this. Je dis non parce qu'en vrai, vous ne saurez pas exprimer ce que nous avons réellement. You say no because you can express what we feel inside of us. Moi, je dis oui parce que peut-être une fois cette fois-ci, ces films, quand il sera projeté, montrera au moins la vraie image et ce que les Africains pensent, les Congolais, par rapport à ce que les Blancs ont comme image sur la RDC. Pour moi, je dirais qu'ils partent parce qu'ils publient des choses négatives à propos de la race noire. Moi, comme cinéaste, je dirais qu'ils restent. Parce que c'est la liberté d'expression. Si nous, on ne raconte pas nos histoires, les autres vont les raconter. Ik genoot ervan. Hoe voelde je toen? Was je echt zenuwachtig? Dit was een heel lang gesprek wat we hadden met z'n allen. En dit was eigenlijk de laatste vraag. Ik geloof niet dat ik zenuwachtig was. Maar wat ik net al zei, het was natuurlijk best... het viel rauw op mijn dak. Ja. En wat een van de jongens zei over dat je mocht blijven. Je mocht blijven, maar met de voorwaarde dat de Congolezen mocht ook mee zitten in de montage, bij wijze van spreken. Ja. Dat mocht niet, dat kon niet. Nou, heb ik heel veel variaties hebben daarvoor bedacht. Ook met Ganza en de crew, hoe we dat konden doen. Maar de angst was een beetje bij mij dat... Als iedereen mee zou kijken in de montage van afstand, dat je dan een soort compromisfilm krijgt. En daarvoor hebben we uiteindelijk besloten dat ik gewoon hier de film zou maken waarvan ik dacht dat het de best mogelijke film was. Hem dan mee zou nemen naar Goma. Hem daar laten zien aan, wat op het moment staat er 70 mensen zo, denk ik. Ja. En dat die dan konden zeggen wat ze van de film vonden. Ja. Ja. Waaronder de jongen die dat net zei, heeft het slotwoord ook. Hè? Dat is dezelfde jongen in de laatste. Ja. En dat vond ik wel merkwaardig. Waarom heb je gekozen om het film te eindigen met het slotwoord dat eigenlijk best wel negatief is? That you've fallen in the trap again of depicting Congolese, like de slechtste kant van Congo. Ja, kijk, dit is natuurlijk ook... Heb ik heel veel over gepraat met de editor en over nagedacht hoe we dat zouden doen. En of we dan de stereotype beelden, hij heeft het over 4 scènes, hè, die stereotype vindt. Of die er dan uit moesten of niet en wat er dan overbleef. En we hebben uiteindelijk besloten om ze, omdat het, ze zaten in de film. En ik dacht, als Westerse mensen daadwerkelijk nu denken, zie je, het is daar een zootje, het zijn weer dezelfde beelden. Dan worden ze in ieder geval door hem nog even duidelijk gemaakt dat toch ook echt in je eigen hoofd zit. Oké. En als we het over oplossingen hebben, is er een rol, denk je, Angelique, voor het Westen heeft het probleem gecreëerd, zeg maar. Maar dus is er, of moet er ook een rol voor hun zijn in een oplossing te vinden? Jeez, my Dutch is so bad, you guys. Good grief. Apologize to everyone at home. No. You're managing. dus nogmaals. Of dus het Westen dus ook een aandeel heeft in de oplossing. Ja. Jazeker. En wat voor rol? Dus, wat zeg je? En wat voor rol? Hoe moeten ze dat aanpakken? Nou ja, kijk. Want bij mij blijft de hele tijd de scène... heette ze Bernadette, die dus dan fondsen wilde vragen bij Institut Français, dat dus een westerse organisatie is. En in principe zou dus dan, als je dus dan een antwoord, een praktisch antwoord zou kunnen geven, zou je dus denken, nou ja,
als ze haar dus dan zouden steunen met fondsen, dan is dat dus dan al een weg gelegd om dus dan een oplossing te kunnen vinden, zodat dus dan ook Congolese filmmakers of Afrikaanse filmmakers dus dan ook de gelegenheid hebben om het verhaal te vertellen vanuit hun perspectief. Maar ja, diegene, wat is de uitdrukking, wie bepaalt betaalt? Of nee, wie betaalt bepaalt? Ja. Dan is dan ook weer de vraag, als dus dan zo'n Frans instituut dus dan wel geld geeft, want hij gaf dus dan ook aan, ja, maar dan moeten we wel even naar kijken. Dus als ze het niet goed vinden wat er dus in de film wordt verteld, dan zouden ze zeggen, nou ja, wij steunen je niet meer, dus kan zij dus het project niet meer afmaken. Dus ja, zeker om een punt te maken, ja, zeker vind ik dat het Westen dus dan ook een bijdrage moet leveren, maar om dus tot een oplossing te komen. Maar de oplossing ligt dus dan natuurlijk ook 50-50. Hè? Dat is dus dan ook aan onze kant. Dat wij dus dan zelf het heft in handen nemen. Dus ik zou dus dan ook vinden dat er dus vanuit de overheden ook geïnvesteerd wordt in cultuur. Hè? Zodat dus dan filmmakers dus dan niet alleen maar, want er is niks veranderd sinds de jaren 60 van de vorige eeuw, dat er dus als er dus een film in filmmaker dus een film wil maken, moet je toch altijd of maar bij de Britse autoriteiten, dan wel bij de Franse autoriteiten en welke autoriteit dan ook hier in het Westen, om dus een film te kunnen maken. Ja. En ja, en dan verandert er niks aan de situatie. Dus dan moet er dus dan ook op het continent een oplossing worden gezocht. En wij als gemeenschap moeten daar dus dan een bijdrage leveren. Ja. Dus de Congolese of de Afrikaanse gemeenschap. Ja. En wie betaalt, bepaalt. Is dat ook het geval bij de filmfonds hier in Nederland, die eigenlijk 90% van alle films financiert? Nou ja, in zekere zin, ze moeten je plannen goedkeuren. Dus, ja. Dus als ze dat niet goed vinden, dan krijg je geen geld. En ze willen een versie, de versie zien als die afgelopen is en daar nog over meepraten. Dus dat is zo. En ik denk dat, Bernadette... En veel mensen, denk ik, in Goma het echt als censuur beschouwen inderdaad, hoor. Want er was ook een expositie van een fotograaf bij het instituut van CERI, die werd op het laatste moment gecanceld omdat het te kritisch was. Dat is wel echt aan de gang. Mm-hmm. Dat is echt een groot probleem. Zou er ook ruimte kunnen zijn in een, als je een project, als je een filmidee indient bij de Filmfonds hier, om echt een echte samenwerking aan te gaan met een lokale crew en dat ze ook ik kan ons hebben involved in de montage. Ik denk dat ze daar zeker open voor staan. Ik weet niet of het veel gebeurt. En ik denk ook dat de fondsen die er nu zijn, hè, bijvoorbeeld het Beta-fonds, het ITVA heeft een fonds waar je uit heel veel landen kan je voor geld vragen. Maar het blijft natuurlijk heel erg. Weet je, als ik dan vrienden in Congo over de wandel dat er mij vragen, is toch altijd de eerste, vindt de ITVA dit een goed onderwerp? Dus er zou een soort systeem moeten komen wat loskomt van het heersende narratief. En dat is natuurlijk heel ingewikkeld, want hoe selecteer je dan? Weet je, het is best gecompliceerd om dat voor elkaar te krijgen, maar het lijkt me dat daar ook gewoon een oplossing voor gevonden moet kunnen worden. Ja, maar ik heb het idee dat het verantwoordelijkheid om zo'n ontwikkeling te kunnen maken eigenlijk ligt op de schouders van mensen zoals jij. Ja. Maar ik denk dat ook is en daar moeten we echt over na gaan denken. Ja. Of daar wordt natuurlijk ook over nagedacht. Ja. Nou ja, al jaren misschien nagedacht, maar ja, het gebeurt niet echt. Nee. Dus het lijkt niet urgent genoeg om echt verandering daarin te brengen. Kiza, wat vind jij over de rol van het Westen? Wat voor concrete veranderingen moeten komen, denk je? Om dat scheve machtsverhouding te verbeteren. Oh, ben je er nog? Kiza! We lost Kiza! Ja. Oké. Oké, en hebben we nog meer vragen? Ja, we hebben een vraag vanuit de Zoom. Van Harm. Is deze. Zelf voel ik altijd een erg sterke drang om mensen te helpen. Als maker probeer ik dat ook op verschillende manieren. Steeds vaker twijfel ik over mijn eigen perspectief op het probleem.
dat ik zelf zie en de oplossing die ik vervolgens bedenk. Is jouw kijken op anderen helpen veranderd in de tijd voor de film en na de film? Nou ja, als je de Joris van 10 jaar geleden dacht daar radicaal anders over dan hoe ik er nu over denk. Ja, dat is natuurlijk het voorbeeld van de NGO-film. En ik dacht echt dat ik iets goeds deed, ook met die film. Nou, dat is, ik denk dat het tegendeel misschien wel het geval is. En ik denk dat ook goede bedoelingen zijn hartstikke leuk, maar daar koop je natuurlijk vrij weinig voor. Weet je, goede bedoelingen leiden vaak alleen maar tot meer ellende. Dus dat is het wel echt heel erg veranderd, ja. Yeah. And if you had the chance to make this film again, what would you do differently? Dat vind ik altijd zo'n ingewikkelde vraag. Ik zou nu deze film denk ik niet meer maken. Ik zou nu een ander soort ding verzinnen. Kijk, ik zou. Ik denk de film zoals die nu gemaakt is, was gewoon waar ook waar ik stond. Ik ben ook gewoon bezig in een proces. Hè? Bedoel, ik ben, nou, ja, maar als je. You need to think about it in the context of the new goals that you set for yourself along the way. So if you didn't achieve those goals, what would you need to do differently? Wat ik denk ik zou willen doen heel graag, maar dat heb ik niet helemaal doorgedacht. Dat zit in mijn hoofd, daar ben ik een beetje mee bezig, maar dat komt vanzelf. Er moet iets van echte samenwerking ontstaan. Oké, fine. En dat is ingewikkeld, omdat ook dat is al ingewikkeld, want als ik het idee verzin, wat is dan samenwerking? Dus daar zit, dat is natuurlijk nog best wel gecompliceerd om dat voor elkaar te krijgen. Dus dan zou er eerst een onderwerp moeten zijn. En daar moet ik dan een manier voor vinden hoe dat. Maar wat bedoel je precies? Kan je dat iets meer invullen? Ja, dat invullen? Is natuurlijk heel moeilijk. Echte samenwerking. Hier heb je natuurlijk echte samenwerkingen gehad. Nee, met eigenlijk zouden in dit geval geld moeten naar een Congolees filmmaker die het verhaal kan vertellen. Zoiets. Maar dat is heel moeilijk te zeggen zonder dat ik een concreet filmplan heb. En dit is iets, daar ga ik gewoon de komende maanden, of waarschijnlijk, het duurt altijd lang, hè, zo'n plan, jaren over mee bezig. Dus je zou eigenlijk gewoon echt een closer samenwerking aan willen gaan met een Congolese filmmaker. Bijvoorbeeld, maar die dan in die zin echt gelijkwaardig is, dus dat zou ergens, weet je, op het moment dat ik het idee vertel en dan wil samenwerken, is het natuurlijk al niet echt meer samenwerking. Dus dat is gewoon ingewikkeld en daar moet ik gewoon, daar ben ik gewoon, daar ga ik wat op verzinnen, dat is heel wat idee. Ja. Maar dat is echt te vroeg om daar nu echt wat over te zeggen. Oké. And if you had to pin down one like life lesson which you've learned as a result of this film, what would you say that is? Nou, wat ik in mijn hoofd had tijdens het draaien, en dat heeft me echt heel erg geholpen, is een quote van Annie Isnines, een schrijfster. En die zei ooit, je ziet dingen niet zoals ze zijn, je ziet dingen zoals jij bent. En dat is echt wat ik altijd in mijn hoofd had, van 's ochtends vroeg, het waren lange dagen, echt van 's ochtends vroeg, 's avonds laat, om mezelf te dwingen zoveel mogelijk anders mooi. Naar dingen te kijken. Ja, nou mooi. En Kiza en Angelique, ik denk dat dit wordt de laatste vraag voor jullie. Welke film van een Congolese maker moet de Westerling echt zien? Noem het op. Nou, daar vraag je me wat. Oh. Ik ben aan het nadenken. Ah. Angelique is. Misschien moet ik dit aan Joris vragen. Jong. De filmexpert. En bedankt. Nee, ik moet even nadenken welke. Ik vond bijvoorbeeld. Ja, de meest recente, ik ben even zijn naam kwijt, excuseer, maar dat was Viva Riva. Dat was een bijzondere film. Dat vond ik inderdaad een goede film, een rauwe film van de stad Kinshasa en het leven in Kinshasa. Geen documentaire. Dat is, het is een spannende speelfilm, toch? Ja, een actiefilm. Ja. Ja, precies. Ik ken het. Met een hele goede soundtrack. Ja, dat kun je wel zeggen. Kiza, heb je eentje? Of, I think people should look on my Twitter. I'll give a list.
Heel goed. Joris, heb jij ook Ik heb onlangs Nuit Debout gezien. Nuit Debout. Ja, een film die won ook op ITVA een prijs. Van een Congolese maker, Nelson. Zijn achternaam ben ik kwijt. En die ging over het gebrek aan stroom in Kinshasa. En hoe een aantal mensen in Kinshasa daarmee omging. Dat vond ik echt prachtig. Wat vond je daar mooi aan? Het was omdat hij heel. Het is meer een kunstfilm. Ja, soms moet je films eigenlijk gewoon zien. Dan kan ik het helemaal gaan uitleggen. Dit is echt een film. Zoek hem op. Is echt de moeite waard. Okay. Volgens mij een korte film. Duurde ook niet zo lang. Oké. Okay. Gaan we delen op onze Twitter. Op onze Twitter. Nou, en dat was het, denk ik, jongens. Ik kijk nu even de techniek aan. Jongens? Ja. Fantastisch. Heel erg bedankt. Joris, Kiza en Angelique. Ik wil wel melden dat volgende week dinsdag 26 mei is er een tentoonstelling. Is er een. We're gonna be showing Even After Death. Okay? Just English now. Even After Death. En we gaan in gesprek met de makers van Even After Death. En dat begint een half uur eerder, om 19:30. En die film gaat over de drama dat zich al jaren op de Middellandse Zee voltrekt. De vele mensen die omkomen bij een vlucht naar Europa. Deze film die samen met de vluchtelingen op Lesbos, die de reis overleefde, is gemaakt, vertelt het verhaal van de meer dan 20.000 mensen die sterven sinds 2014. So, watch that en doe weer mee aan de Zoom-gesprek. Hartstikke bedankt iedereen en tot volgende week.